Net na de halving kijkt iedereen naar de aanbodzijde. Maar de vraagzijde, die is nu super spannend. Want daar ontstaat ondertussen FOMO. Hey, ik ben Chris. Ik ben Barry. En deze video gaan we met jullie hebben over het lange termijn effect van Bitcoin. Die de nieuwe all-time highs moet gaan crushen. Moet gaan verpulveren. Zo. Want, zoals gezegd, iedereen kijkt na die halving naar de aanbodzijde. Ja, het aanbod wordt gehalveerd en iedereen die weet het wel. Iedereen die kijkt ernaar, begrijp ik. We hebben het er zelf ook over gehad. Maar uiteindelijk de vraagzijde, die is super spannend. We zeggen we hebben echte FOMO bij retail. Hebben we nog niet gezien. Dat is leuk. Maar waar ligt die echte vraag FOMO? Want er ontstaat op de achtergrond. Ja, ik zie het toch wel een beetje als FOMO eigenlijk. Ja, er ontstaat weet je wat serieus het is? Wel iets. Kijk, je moet dat niet vergeten. De recente prijsactie. Ja. Afgelopen jaar, als je dat meeneemt, en dan neem ik echt eigenlijk alleen maar het laatste stukje. Stukje van 35k klinkt heel ver, maar dat is helemaal niet zo lang geleden. Dat hebben we best wel rap gedaan. Dat is een beetje al gevoed door die halving. Veel mensen ik denk dat ze dat vergeten zijn. En denken ze, ja, die halving net achter de rug. Waar zijn die candles nou en zo? Waarom gaan we niet omhoog? De halvings FOMO, dat is wat ingeprijsd zit. Ja. De halvings FOMO, dus mensen die bezig zijn met de halving, bezig zijn met het effect, die FOMO zit ingeprijsd. Ja. Het halving effect, het echte effect, dat komt later pas. Ja. Maar de halvings FOMO is vooraf. Ja, kijk, en een prijs wordt natuurlijk gevormd door supply en demand. En die halving die net achter de rug is, dat is de supply zijde. We weten precies wat er bij Bitcoin bij komt en wat er gemined wordt. Dat is allemaal interessant. We hebben het afgelopen maanden alleen maar over gehad. Dat is geweest nu. Ja. Weet je, dat effect is nu van kracht. Dat is gewoon achteraan de schermen. Die miners, die minen de helft. Dat is gewoon een feit. En wat ik mis altijd, en daar heb ik altijd heel veel commentaar op, ook met de mensen met de modellen en zo, dat is de vraagzijde. Ik hoor altijd alleen maar, ja, de supply, dit en dat, en het is fucking interessant en zo. Het is ook interessant. Het is waar ook. Het gaat om de vraag. Als er geen vraag is, dan gaat die niet omhoog, dan kan die zelfs omlaag. En de vraag, daar kunnen we door middel van cijfers, on-chain, kunnen we daar wel wat dingetjes over laten zien en over uitlichten. Want die vraagzijde, daar zijn interessante stukken, waarbij je zegt, hey, hierdoor kan die vraag, die is huge, dat kunnen we hier aan aflezen. Maar er zijn ook een paar dingen waardoor je denkt, ja, hier zet ik toch wel een klein rood vlaggetje bij. Ja, je moet niet altijd zomaar uitgaan van, dit is het droomscenario. We kunnen maar zomaar doorstormen naar een droomscenario is heel mooi, maar een keer word je wakker. Ja. En als je dan wakker wordt, speelt het scenario dan ook uit, ja of nee? Ik denk dat het heel erg belangrijk is voor de mensen thuis ook om voor jezelf voor te stellen, nou ja, hoe gaat de prijs eruit zien? Hoe gaat de prijsactie eruit zien als bijvoorbeeld de vraag op peil blijft? Of misschien zelfs toeneemt? Wat gebeurt er als misschien zelfs de vraag zelfs een klein beetje af kan nemen? En hoe zou dat kunnen gebeuren? Welke partijen spelen er belang? Welke krachten worden er nu op Bitcoin losgelaten? En er zijn heel veel partijen die kracht hebben. Ja. En dat is heel erg interessant. Ja, een van die krachten of een van die partijen die kracht heeft, dat is China, Hongkong. Die hebben serieus kracht. We hebben dat de afgelopen tijd ook al gezien. En nu zien we dat de Bitcoin ETF's in Hongkong ook voor de deur staan. 30 april. En op de deur staan te kloppen. Ja. En die denken ook gewoon, oké, kijk, wacht. US, dat is natuurlijk al wereldwijd bekend. US, China willen allebei macht. Ja. Allebei voet tussen de deur krijgen, op wat voor vlak dan ook. Nou, dan zien ze, Amerika, de ETF, dadelijk lopen we achter op Amerika. Dit is waardoor FOMO en een situatie gecreëerd wordt, waardoor beide allebei heel graag willen. En die denken, ja, in Amerika is het er al, wij moeten nu ook. Wij moeten nu ook, want hierdoor krijgt China gewoon exposure aan uiteindelijk Bitcoin. Via een ETF. Nou ja, en dat is wel het grappige. We hebben, ETF was niet nieuw, hè. Want we hebben zelfs in Europa was er al veel eerder. En volgens mij in Canada was er ook veel eerder, was er al een Bitcoin ETF. Alleen die grote markten die zijn belangrijk. US is veruit de grootste ETF-markt. Laten we dat eerst wel even voorop stellen. De koopdruk die daaruit voortkwam, die is gigantisch. Die is zelfs groter als de ETF van goud. En we zien dat gewoon een groot succes is. Er zijn heel veel partijen. En dat is eigenlijk wat het inhoudt. Er zijn heel veel partijen die dus wel een allocatie aan Bitcoin durven nemen of willen nemen. Ja. De vraag is dat in Azië ook zo? Nou ja, wij hebben regelmatig heel veel contacten met exchanges en mensen uit Azië. We zijn zelfs ook in Azië geweest. In Azië is crypto booming. Dat leeft daar keihard. Dat aandeel is daar,
Dus misschien zelfs wel groter als de rest van de wereld. Ja, ik denk dat de adoptie en het gevoel en de angst die daar niet is, ja, dat dat allemaal veel groter is als hier. Hier is iedereen toch, misschien jongeren, misschien dan niet zo, maar hier is toch heel veel van de bevolking nog zo van, crypto, ik weet het niet, ja, hoor. En daar wordt het gewoon omarmd. En daar is het gewoon wel op een andere manier dat mensen er naar kijken. Dat is een feit. Ja, nou ja, 30 april wordt dat ding gelanceerd. Dat is ook gewoon een ETF die daar verhandelbaar is. De experts, weet je, de experts. Ik vind dat altijd heel voorzichtig. Die zeggen, nou, we kunnen een inflow verwachten van 25 biljoen. Volgens mij zitten we in de US nu netto op 15 biljoen. Ik denk niet dat Azië de US gaat overtreffen in die tijdspan. In de totale tijdspan kan het misschien wel tot dit soort getallen oplopen. Ik weet wel dat de ETF-handel in Azië wel iets kleiner is als de US. Maar wat wel zeker is, er komt koopdruk. Ja. En dat is, wat ik er net al erbij haalde, een machtsblok. Er komt zo'n machtsblok bij. Er is gewoon meer interesse dan dat er verkoopdruk is. Ja, en dat komt neer op zo'n 15 biljoen of 25 biljoen aan US dollars. Hè. Dit is Hongkong dollars. Dat is de verwachting inderdaad. Ja, dat is de verwachting inderdaad. Ja, als we kijken naar Bitcoin treasuries, daar kunnen we natuurlijk gewoon zien wie de bitcoins uiteindelijk in het zakkie hebben zitten. Maar dat is belangrijk, want heel veel mensen zeggen altijd, ja, maar ik mis die data bij Bitcoin en er zijn geen fundamentals. Die fundamentals zijn er wel. Hier zien we gewoon de verdeling van wie bezit nou die Bitcoins. Wie heeft er nou een stake? Wie heeft er nou interesse? En waarom dat zo interessant is, dat is bij bijvoorbeeld aandelen ook interessant. Jij wil ook weten, wie heeft daar een grote stake in? Wie is daar aandeelhouder? Dit zijn de aandeelhouders van Bitcoin. En het grappige is, dit is live. Je kan dit gewoon per seconde kan dit ingezien worden. De hele chain is open. Als er grote wallets zijn, dan zijn die zichtbaar. En er zijn inderdaad een paar hele grote spelers inmiddels in crypto. Ja, maar dit is gewoon, de blockchain ligt niet, zeggen we altijd. De blockchain is openbaar. En dat is ook het hele mooie natuurlijk wat we allemaal vinden aan crypto. Dat alles te volgen is, alles inzichtelijk is. Ja, MicroStrategy, die heeft gewoon een procent van alle bitcoins, heeft hij gewoon lekker in het tasje zitten. Die heeft gewoon heel veel bitcoins. We zien hier hele grote bedrijven staan. We zien miningcorporaties, we zien een Tesla, we zien een Coinbase, we zien een Hut 8. We zien heel veel grote namen hier tussen staan die gewoon serieus veel bitcoins bezitten. En wat jij zegt, zo moet je het eigenlijk ook zien. Dit zijn de aandeelhouders van bitcoin. Ja, dit zijn de bedrijven vooral. Dus de entiteiten, de bedrijfsentiteiten die hier interesse in hebben getoond. MicroStrategy heeft sowieso een hele aparte strategie. Die hebben eigenlijk nog een aandelenbedrijf, maar ze halen zoveel mogelijk geld op om dat alleen maar om te zetten in Bitcoin. Dat is uiteindelijk wat ze doen als company. Dan komen we hier bij de ETF's. Dat is natuurlijk een andere stakeholder, een grote andere machtshouder. En dat is gewoon geldblokken die je kan zien. Nou, bovenaan staat Grayscale. Grayscale is weer een ander soort machtsblok, want dat weten we uit informatie. Dat is een verkopende partij. Daar komt verkoopdruk vanaf. Ja. En dat heeft te maken met dat traders heel lang vastzaten, die staan al keihard in winst, dus die hebben heel veel winst gemaakt. De fees zijn daar vrij hoog, dus die zeggen, nou, of ik ga een beetje uitcashen, of ik verplaats mijn centen naar bijvoorbeeld een nummer 2. Die gaan naar iShares, dat is natuurlijk van BlackRock. Het grappige is, het verschil tussen Grayscale en BlackRock, ja, dat is er al bijna niet meer. Die gaan van plaats wisselen. Ja. En wat vertelt jou dat? Dat is dat die verkoopdruk die er ligt, dat is het voordeel daarvan, die is eindig. Op een gegeven moment heeft Grayscale geen bitcoins meer om van de hand te doen. Dan houdt die verkoopdruk ook op met bestaan. Die selling pressure die zal steeds meer afnemen. Want inderdaad, mensen zaten vast in positie of betaalden te veel fee, wilden eruit. Nou, op een gegeven moment houdt dat een keer ergens op. Bij BlackRock zie je voornamelijk inflow. Tuurlijk is dat de laatste weken ook weer iets veranderd. Maar over het algemeen zie je daar alleen inflow en zie je dat alleen maar groeien. Die gaan uiteindelijk, gaan ze stuivertje wisselen. Ja, dan hebben we nog een paar zaken. Dat zijn private companies waar nog bitcoin vast zit. We hebben hier bijvoorbeeld een Mt. Gox en een Block One. Dat is op de fles gegaan. Maar dat zijn wel bitcoins die bestaan nog steeds. En er zijn nog steeds zaken rondom. En dat wordt ooit nog een keer verdeeld. Het probleem is dus gewoon hoe langer je daarmee wacht, hoe groter de impact is. Stel nou dat in één keer 140.000 bitcoins vrij op de markt komen. Dat is 0,7% van de totale market cap. Dat heeft gigantisch veel invloed. Ja. En hoe langer je daarmee wacht, des te groter misschien zelfs wel dat risico wordt. Ja. De US en China bezitten zelf ook heel veel bitcoin nog. Ja. Die hebben ze ook in beslag genomen. Dat zijn risico's die je moet incalculeren. Want dat is, ik zie dit namelijk als mogelijke toekomstige verkoopdruk. Ja.
En dat is inderdaad ook wat je mee moet nemen. Daar wilde ik ook naartoe. Dat er ook nog landen zijn inderdaad en overheden die serieus veel beschikking hebben over bitcoin. Ja. Hebben we al vaker ook gezien dat het effect heeft op de koers. Als die daadwerkelijk een pluk eruit gooien of uiteindelijk een pluk verkopen. Dat heeft effect. Dit zijn geen kleine bedragen. Dit is niet Jan met de pet die zegt nou laat ik even een tonnetje verkopen of zo. Dit zijn hele grote bedragen en dit zorgt wel voor merkbare verkoopdruk. Die verkoopdruk vanuit die partijen zorgt voor verkoopdruk, maar die verkoopdruk zorgt ook voor paniek bij dan weer retail. Ja. En retail, dat zijpelt dan weer door in, oké, dan gaan wij ook in paniek gaan we verkopen. Dus het is, als zoiets plaatsvindt, heeft het meer effect dan alleen de verkoop vanuit die partijen. Ja, maar ik vind ook altijd, je kan dat is wat ik mis bij heel veel Bitcoin maxis en zo. Je hoort altijd de supply en de vraag zal wel op peil behouden. Maar ik hoor nooit de risico's. En de risico's zijn er altijd. Elke asset heeft risico's. Dit zijn risico's die je moet benoemen. Denk ik dat het in de uiteindelijke toekomst van Bitcoin een probleem zal vormen? Nee. Low time frame misschien wel. Kan je wat selling pressure krijgen? Net zoals bij zo'n grayscale. Dat wordt iedere dag een minder groot probleem. Omdat ze iedere dag een stukje van hun Bitcoin positie verkopen aan mensen die het wel willen hebben. En uiteindelijk worden dit soort lijstjes veel belangrijker als het onderste stukje van het lijstje. Bij de Bitcoin Flow in de US zie je ook dan dat je dit soort tabelletjes krijgt. En dan zie je gewoon het groene lijntje is de verkoopdruk plus de koopdruk. Nou, waar eindigt die? Positief. Dus er is positieve koopdruk. Dat is uiteindelijk wat je across the board wil zien. En waar ga je dan naartoe? Je gaat er naartoe dat de totale market cap van Bitcoin en crypto zal toenemen. Waar moet je dat dan mee meten? Nou, dat doen de mensen heel graag het liefst met goud. Ik heb hier de verhouding staan. Heel vaak halen de mensen de dominance chart erbij van Bitcoin. Dit is de dominance chart van goud. En dit kleine frutseltje wat je hieronder ziet staan in je chart, dat is Bitcoin. Dit is goud. Goud is gewoon een giant vergeleken met het piepkleine zandkorreltje wat Bitcoin nog is. Ja. En daar zie je gewoon nog dat er zoveel ruimte is om te groeien. Dit is de goudmarkt. Ik heb het nog ineens over de geldmarkt. Die is nog vele malen groter als dit. Ja, die is ook wel iets minder waard als deze markt. Maar, nee, maar ik snap wat je bedoelt. Weet je wat het is? Heel veel mensen denken nog steeds, shit, ik ben te laat. Maar dat komt omdat ze altijd naar het nu kijken. Het absolute getal van nu. Ze denken, Tuurlijk. Wow, 70.000 voor Bitcoin. Ja, ik kan dat niet betalen. Dat is wel heel erg veel. Maar dat betekent niet dat die niet nog een 10x kan maken. Nee, is ook zo. En ik zeg, de geldmarkt is in die zin minder waard dan een blok goud in mijn ogen. Maar je hebt uiteindelijk wel dat geld nodig om die bitcoins of wat dan ook aan te kopen. Want ja. Dat geld heb je uiteindelijk nog steeds wel nodig. Het lange termijn effect voor bitcoin. Kijk, tuurlijk hebben we links en rechts wat dingen die, wat jij zegt, die moet je benoemen. Ja. Want die zijn er. Ja. We kunnen hier niet met droge ogen verkopen. Ja jongens, bitcoin is prachtig. Investeren maar, let's go, gas geven. Het gaat alleen maar omhoog. Ik denk in de toekomst nog steeds dat het alleen maar omhoog gaat. Ja. Ik denk in de toekomst nog steeds dat we serieuze rendementen kunnen maken. Alleen je moet niet vergeten dat er wel een aantal dingen zijn die kunnen zorgen voor selling pressure. Ben ik daar dan door in paniek? Nee, ik denk dat de toekomst nog steeds even rooskleurig is voor bitcoin als dat ik een jaar geleden vond of 2 jaar geleden of 3 jaar geleden. Alleen er zijn wel bepaalde dingen waar je rekening mee moet houden die kortstondig kunnen zorgen voor wat. Ja, maar zo doe je dat bij iedere investering. Je gaat de plusjes tegen de minnetjes wegstrepen. En als het op een gegeven moment meer plusjes overblijven, dan is het een goede investering in mijn open oogopzicht. Die verkoopdruk die gaat eindigen. De koopdruk die hebben we al vastgesteld. Onder retail is die aanwezig. Onder bedrijf is die aanwezig. Nou ja, landen gaan allemaal ETF's lanceren. Daar zit het probleem niet. Nee, dat is het. Goed, hoe denken jullie zelf over Bitcoin en de aanstaande periode en de toekomst van Bitcoin? De lange termijn, wat denken jullie daar zelf over? Laat even een leuke reactie achter onder deze video. Vergeet niet even te abonneren. En op onze website www.dopekist.nl vind je alle informatie over traden, over investeren en alles waar wij jullie mee kunnen helpen. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende keer. Later.